Gewonnen met 5-4. In de tweede wedstrijd de 5-3 nederlaag tegen de Duitsers, die dus als groepswinnaar verder gingen. En dus niet nu al tegen Nederland spelen. Nee. Ja, dat kan natuurlijk wel in de volgende ronde. Ja, nogmaals, het is al vaker gezegd, morgen is echt een ander toernooi. Dit is de gevaarlijkste ronde. 5 legs maar nodig om te winnen, maar ook 5 legs om verrast te worden. En je ziet het zelfs, de nummer 1 en 2 van de wereld worden bijna verrast. Dus moet je gewoon snel afstand nemen van je tegenstander. Dat is eigenlijk niemand gelukt, behalve België vandaag. Dat voorbeeld moet je dan volgen. Die namen snel afstand van de Australiërs. Die is nooit meer terugkomen. 46. Ja, als je daar nu als Nederland tegen Finland in zou slagen. 100. Om een statement te maken in deze achtste finale. Toch een duidelijk signaal afgegeven. 104 voor Van Gerwen. In de wetenschap dat Van Barneveld eventueel ook nog mag. Is dit lekker? Dat prima. Dubbel 16. Dat maakt dus niet uit. Zat er wel heel dichtbij. Voor het goede gevoel. 100. Nou, Visto laat eventueel 68 voor Komela, maar dit is dubbel 8 voor Van Barneveld, die zit er al in. Ja, en op een gegeven moment op zo'n avond, als je dan 6 wedstrijden gehad hebt waarin je allerlei dingen hebt zien gebeuren, dan denk je, het kan toch niet de hele avond zo blijven. Is dat denken of hopen, Frank? 95. Ja, een beetje van beide, denk ik. Hoop ik. De Finnen zijn de tweede leg. Bijzonder goed begonnen met 2x140. Dat geeft ook maar aan dat die Finnen echt wel een potje kunnen darten. En dus zeker niet te onderschatten zijn. Scoren nu. Zou nog even leuk zijn. En dat is wat Van Gerwen doet. Optimaal. Maar het brengt ze niet op een finish. Dus de Finnen 6 darts voor 125. Dat is een enkele bol. Triple 20 voor tops. En zo gaat het. Alleen de laatste niet. Zo dadelijk dus nog Havisto. Met dezelfde opdracht. Voor het geval dat hem niet lukt. Zet Van Barneveld de dubbel 16 neer. Dubbel 10 voor Havisto, dubbel 5 voor Havisto. Ja, en dat is toch dan de druk die Van Barneveld erop zet. Waardoor Havisto mist en Van Gerwen nu de dubbel 16 kan uitgooien. Hij heeft uitgegooid en dat wil weten ook. 2-0 voor Nederland. En dat niet alleen. Daar staat Van Gerwen weer. Kommenaar spreekt zijn maatje Havisto ondertussen nog even wat moed in. Die stond er een beetje verslagen bij, maar Kommenaar praat dan toch nog tegen hem even. Een glimlach erbij. Het is wel mooi aan Van Gerwen te zien. Als het iemand niet uitmaakt tegen wie die staat te spelen, is het Van Gerwen volgens mij. Dit is wel 180 van Havisto. Dit is het antwoord. Tjo. Kunnen ze dichter bij elkaar? Klein beetje nog. Die rechter had nog een beetje tegen die middelste aangekund.
Het is goed koppelgooien. Wat de Nederlanders laten zien. Maar de Finnen, kijk eens aan. Wow! In de leg van de Nederlanders. Die zitten net onder. Twee keer 180 gegooid. En dus... En dus een triple 20 ook gegooid. Maar de triple 19 niet. Het zou een unicum zijn. Volgens mij nog nooit op tv vertoond een 9-dagger in de koppel. Nog een triple laat. Tops. Nou, dan sta je dus in je eigen leg na 12 darts op tops. Tops dus. Voor Komela, dubbel 10 voor Komela. En Finland heeft teruggebroken. Hele belangrijke dubbel voor de Finnen hoor, want als Komela deze niet gegooid had, was de wedstrijd gedaan geweest. Komt Nederland 3-0 voor en dan heeft Finland een leg verloren waarin ze twee keer 180 zijn begonnen. Daar kom je niet te boven. Nu zullen ze zelfvertrouwen hebben getankt. Ja, dat hoeft hij niet meer te tanken. Zo, daar heeft hij al voldoende van aan boord. Bijna, je ziet soms bijna een bokser door een ring gaan als je Michael van Gerwen. Dit is het uit de bal, hè? Na een mooie beurt ziet weglopen van dat bord. Ja, 1 keer 60 voor Nederland en meteen 177 van Avisto erachteraan. Het is dat Van Gerwen nu Van Barneveld uit de brand helpt. Het is jammer dat die laatste dan in de enkele 1 verdwijnt. Hij gooit hem niet uit, Komela. Van Barneveld kijkt ook nog even over de schouder mee. Zit hij erin? Nee, hij zit er niet in. Maar hij zet hem wel goed weg. Oh, staat de Finn ook goed te gooien, zeg. 149 voor Nederland. Ja, het is een beetje cliché om te zeggen dat het ijskoude Finnen zijn, maar... Dit zijn er maar 45. Zo, Jani Havisto en Jarko Komela komen op 2-2 na een 2-0 achterstand. Geven Nederland toch iets om over na te denken. Hoewel, Van Gerwen staat echt fantastische speler nu. Ja, als die Finnen niet die drie darts op de dubbel missen in de tweede leg, dan wordt dit gewoon een heel moeilijk verhaal al. Oh, hoeveel mazzel heb je hier? Eerst een bouncer en dan gooit hij met zijn derde dart, zijn tweede dart eruit. Hoeveel mazzel heeft Nederland en hoeveel pech kun je hebben, denkt Havisto. Of zoiets. 100. Tjonge, jongen, ook de Finnen kunnen niet missen. Caramba. Ja, Komela denkt, ja, als die Havisto dan pech heeft, dan moet ik dat dus gewoon even repareren. 100. En dan denkt Van Gerwen weer, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan ga ik weer even een stuk weglopen. Toch weer een finish over, ook de Finnen. 121 voor Nederland. Die is goed. Hij moet naar de 11. En hij moet naar Bullseye, want de Finnen staan op 136. En die staan zo makkelijk trippels te gooien. Dan moet je het proberen. Hij gaat er eens even goed voor staan. Hij gooit het niet uit. Van Gerwen moet dit wel uitgooien. Je moet dat ritme van die Finnen stoppen.
Oh, hij mist de 9. 27 over. Gaat naar dubbel 12. En die mist hij ook. Oeh, dat is een dure zeg. Dat is een dure hoor. De Finnen stijgen boven zichzelf uit. En komen nu ook nog eens 3-2 voor. En gaan beginnen aan de zesde leg. Gooien 106 gemiddeld. Bijna met z'n tweeën de Finnen. Nederland met 102 gemiddeld. Kun je moeilijk zeggen dat ze slecht staan te gooien. Dat staan ze ook niet. Maar de Finnen kunnen niet missen. Die kunnen niet missen. Die komen 2-0 achter tegen Nederland. Die hebben eigenlijk weinig in te brengen volgens mij in de eerste twee leg. Ja, die tweede leg missen ze dus al vier darts op een dubbel, hè? Dat valt dus wel mee. En dan schudden ze alles van zich af. Het is ongelooflijk. Die gooien alles wat ze willen. En dan moet het Nederlandse duo ook in de reserves de ervaring aanspreken, het talent aanspreken. Ja, want ze moeten gewoon terugbreken nu. Dat is, Ja, maar dit is echt een andere wedstrijd dan bijvoorbeeld Engeland tegen Zuid-Afrika speelde of Schotland tegen Spanje. Die stonden tegen één hele goede tegenstander te gooien. Maar dit zijn gewoon twee mannen die allebei staan te rossen. 140. En die zes darts hebben voor 140 om ook nog eens 4-2 voor te komen. En die gooit met die laatste precies nog even die triple. Natuurlijk. Oei. Dan lijkt Komela toch even een grapje gemaakt te hebben. Om even de spanning eraf te halen bij Havisto. En dat leidt tot een 4-2 voorsprong voor Finland. Vier legs op rij voor de Finnen. Alle zeilen moeten worden bijgezet nu door Van Gerwen en Van Barneveld. Het is een krankzinnige avond tot nu toe. Maar kan die nog gekker worden? Eerst deze leek natuurlijk binnenhalen. Nou ja, natuurlijk. Er is helemaal niks meer natuurlijk. Ja, vier op rij verloren. 60 voor Van Barneveld. Nou, schud even van nee. Ja. Dat is nog de hoop, hè, dat de Finnen er ook aan gaan denken. Dat ze denken, oh, we zijn dichtbij. We kunnen hier voor een verrassing zorgen. Dat zou nog iets kunnen zijn. De Nederlanders gooien wel gewoon 101,5 gemiddeld. Dat doen de Finnen overigens ook. Goed wegzetten nu. Met enige ruimte ook, omdat de Finnen wel een stukje weg zijn. Deze leg hebben ze opgegeven, de Finnen. 81. Ja, dat kunnen ze nog wel hebben. Die schade kunnen ze nog wel leiden. Oh, dan laat hij ook nog 5 staan van Gerwen. Ja. En dan kan Havisto de druk opvoeren. Ik denk dat Van Barneveld nu even tegen Van Gerwen zegt. Joh, die had je ook gewoon dood kunnen gooien of op de 4 kunnen zetten. Maakt allemaal niet uit. Deze 5 moet gewoon uit. Maar gaat nog niet uit. Dat is dan ook weer een meevaller.
mag je hopen. Nou ja, met die discussie zijn we verder klaar, want Van Gerwen heeft er in ieder geval 4-3 gemaakt. Maar nu? Nu moet het. Deze leg moet het gebeuren. In ieder geval, de Finnen moeten gebroken worden. Meteen erop en erover. Eronder. Ook eronder. Nou, hij zit erin. De ervaren man van Finland. Laat zien hoe het moet. Ja, volgens mij als er nu een naakte dame over het podium komt, dan krijgen die Finnen nog niet gek. Maar ja, de ervaren man van Nederland volgt wel. Dit is de onervaren man van het stel. De echt onervaren man. Bij hem zou je zeggen, ligt de Achilleshiel. Nou moet Van Gerwen nu overheen klappen. 7 keer 19 is 170 over. Dat is 3. Dat is 4. Dat is 7. Dat is goed. Goed teamwerk. Maar het is nog niet gedaan. Zeker niet als je Komela weer aan de hockey ziet. Ja, nu komen de kansen echt. Van Barneveld moet hem goed wegzetten. Niet denken aan die 170 finish, want het is niet nodig. Je moet een dubbel overlaten of in ieder geval een goede finish. Dat is goed. Ja, daar laat het Nederlandse koppel wel zien hoor, dat ze onder druk ook kunnen spelen. Na 12 darts op dubbel 18. Maar daar heb je Avisto weer. Nou, dat maakt in principe niet meer uit. 139. Dat maakt in principe niet meer uit. Oh, Van Gerwen mist er 3. Dan maakt het wel uit. Oh, jee. Nou, Visto zegt tegen Komela, geen probleem, jij gooit hem uit. Oh, jee. Van Gerwen mist er 3. Dat is 10 voor tops. Voor dubbel 10. Oh, hij zit erin. Hij zit erin. En dus is het einde toernooi voor Nederland. En hebben we toch ook in die 7e wedstrijd weer iets onvoorstelbaars meegemaakt. De blijdschap, de ontlading dan toch bij Komela en Avisto. Ja, kan het ook anders. Ze winnen met 5-3 van Nederland. Van Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.